Aangeschoven zijn Sanne Maas en Shanna Chatterjee. Ah, we zeggen hem op zijn Nederlands. Chatterjee? Ja, sorry. Ja, allemaal goed. Van Theater Wij, yes. Jeugdtheatergezelschap in Zaanstad. Ja, klopt. Die kinderen, jongens. Juist. Nou, precies dat. Dank Wat je wil wel. Je daarover kwijt? Ja, we zitten hier echt voor de kinderen. Vertel. Ja, we mogen ze niet in de steek laten als kunstenaars. Waarom niet? Ze hebben ons nodig. Kunst zorgt voor iets anders dan rekenen en taal. Ze leren 1 plus 1 is 2. Ze leren dat logica logica is. En als ze in ieder geval bij ons in de zaal zitten of naar een kunstwerk mogen kijken, dan mag misschien 1 plus 1 wel eventjes 3 worden. Ja. En is er zoveel meer mogelijk dan alleen maar dat wat aangeleerd is. Verbeelding moet je ook ontwikkelen. Ja. Ja, en gevoel ook. Ja. Empathie ook. Ja. Dus, ja. Ik denk ook dat als je dat namelijk ontwikkelt, dat zorgt voor eigenheid. Als een kind in de zaal zit en denkt, ik vind dit heel spannend, maar degene naast mij vindt het ontzettend grappig. Hoe kan dat? Wat is dat eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En ik denk dat als je jezelf ontwikkelt, dus eigen mag zijn, authentiek mag zijn, dat je dan een hele goede wereld krijgt als iedereen authentiek is. Ja. En als iedereen durft te gaan staan voor wie hij is. Ja, wat je natuurlijk altijd bent in relatie tot een ander. Precies. Want anders weet je ook niet wie jij bent. Ja. Omdat er geen... Hoe doen jullie dat? Wat voor soort theater maken jullie voor die kinderen? Ja, we noemen het geëngageerd jeugdtheater, omdat we thema's niet schuwen. We maken heel erg theater vanuit de inhoud. Dus thema's die op dat moment spelen in de samenleving, in de maatschappij. Dus noem eens wat thema's die jullie al hebben besproken. Nou, de eerste voorstelling, Vlinderen, Meisje zonder naam, ging over de vluchtelingenproblematiek. De tweede voorstelling, De Jongens, ging over een jongen dat zich van binnen misschien een meisje voelt. En nu zijn dat hele populaire thema's. We hebben de laatste voorstelling, Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt. Het is een boek van Guus Kuijer. Gaat heel erg over wat is normaal en wat is gek. En over eenlingen in de samenleving. Ja. 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 Ja, het zijn ingewikkelde thema's en we benaderen ze niet als zijnde educatief theater. Dus het is wel artistiek theater. Ja. Omdat wij kunst heel belangrijk vinden. Dus we kijken wel naar een kunstwerk. Maar het zijn wel ingewikkelde thema's om te brengen bij een jong publiek. En niet voor het jonge publiek, maar vooral vanwege de mensen die beslissen voor het jonge publiek. Ja, nee, ja, ik denk je te horen zeggen, bij 2 plus 2 is 4, is de conclusie 4. Bij wat jullie doen is er geen conclusie. Precies. Maar wordt de vraag gesteld, jongens, denk er nog maar zo over na. Precies. Nou, ja. Dat is het precies. En soms hoeft er helemaal geen conclusie te komen. Ook. Nee, exact. Dat is precies. En juist daarin mogen we leven. En dat is oké. En ik denk ook, onze laatste voorstelling, Hoe Mieke Mama maar vermoeden vindt, dat is deze foto. Dat was een ode aan de twijfel. Ja. Ja, nou, prachtig toch? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Jullie willen ook iets doen, toch? Iets brengen, iets... En met een nieuwe voorstelling. Ja, ik kan niet wachten, dus, leuk. Ja, nee, ik speel helemaal niet. Zij speelt, zij is de actrice. Normaal... Jij bent de Mieke, toch? Ja, precies. Daar. Ja, precies. Ja. Maar we gaan een nieuwe voorstelling maken en ik ben het aan het schrijven. Ik regisseer het ook. En ik dacht, we doen alvast een scène die ik net geschreven heb. Ja, en ik vind hem gewoon heel leuk eigenlijk ook. En de voorstelling heet Mijn spreekbeurt gaat over een dode schilder. Vind ik sowieso zo. Ja. Jongens, een stukje uit Ik doe de rol van Aaron, die wordt normaal gespeeld door Robin Mitchell. Dus ik ben een jongetje. Maar jij bent kunnen een, we wel jij bent jongetje. Mijn spreekbeurt gaat over een dode schilder. Wat loop je nou te klooien? Geen zin meer. Hoezo geen zin meer? Ik vind het saai. Hè? Die hele Monet is saai. Bloedje is saai. Ik wil hem niet meer. Ik vind hem stom. Oh ja, dat is grappig, hè? Want we staan hier in principe al met onze spreekbeurt. Je hebt niets meer te willen. Nou, ik doe niet meer mee. Hoezo? Saai. Hé, maar Steve, doe niet zo stom. Nee, ik wil Rembrandt. Rembrandt? Ja. Ja, die sneed tenminste zijn oor af. Dat was Van Gogh. Oh. Jongen. Ja, nou, dan wil ik Van Gogh. Stephanie, kap hiermee. We hebben vorige week een hele PowerPoint in elkaar gezet. Al die mensen hier, die zitten al naar ons te kijken. We gaan het niet nu ineens over Van Gogh hebben. Ja, maar ik wil dat. En ik wil een goed cijfer. En jij ook. Ik wil dat afgesneden oor. Je bent niet goed bij je hoofd.
Nou, dat is tenminste iets raars, iets bijzonders. Een verhaal zonder iets geks is geen verhaal. Natuurlijk wel. Ieder verhaal is een verhaal. Ja, voor jou misschien, maar niet voor de generaties die na ons komen. Als je niets bijzonders hebt, dan vergeten ze je. Je kinderen zullen nog over je vertellen omdat ze je gekend hebben, maar je kleinkinderen zullen je vergeten omdat ze niets bijzonders hebben om over te vertellen. Een lieve oma is ook een oma. Een lieve oma verliest het van een oma met een verhaal. Onzin. Mensen onthouden je als je de eerste was op de maan of als je tijdens de oorlog Joden hebt laten onderduiken in je huis. Allemaal niet meer nodig. Die tijden zijn voorbij. Kunnen we door? Ik wil dat oor. Nou, doen we volgende keer dat oor. Klaar? Blijkbaar. We doen het allemaal weer op jouw manier. Klaag niet zo. Nou, ik zit echt te smullen. Ik zit te smullen. Ik denk, ja, nee, ik ga verder. Wat hebben jullie nodig nu om dit heel snel weer aan kinderen te kunnen laten zien? Wat is jullie grootste probleem? Ja, wat politiek, weet ik veel, regionaal, lokaal, wat? Alles. Ja. Eigenlijk alles. We hebben het nodig voor onze ZZP'ers dat sowieso alle regelingen gaan kloppen. Dat iedereen op de juiste manier... Ergens in een vakje valt. Juist. We hebben het nodig dat er heel erg serieus naar kunst wordt gekeken. Het is niet iets wat je erbij doet. Het is een basisbehoefte. Ja, het is geen hobby. Het is geen hobby. Het is nodig. We hebben natuur en je hebt cultuur. Die twee dingen zijn er. Dus daar moet vanuit de politiek denk ik gewoon heel serieus naar worden gekeken. Ja, wat hebben wij nog? Wij hebben creativiteit, dus wij gaan wel aan de slag en dit komt er. En andere producties, maar ik denk dat dat het is, ja. Ja, mensen, ik kan niet wachten. Fantastisch. Dank jullie wel. Ja. Tekenen. Namens hoeveel mensen zetten jullie aan tekening? In totaal zitten we op 191. Vanuit Theater Wij hebben er 25. Ja. We zitten hier ook namens ons impresariaatbureau Banning. Die heeft 34 groepen en dat zijn 96 mensen. Ik zit hier ook namens de kunsteducatie. Ik werk ook als docent. En namens de Telekids Musical School, RTL Talent Academy. Daar werken 20 professionals aan de producties en 50 docenten. Kijk, dus dit vind ik heel mooi. Want hier komen dat rekenen en die cultuur samen. Snap je? Al die cijfers. Want... Dus, op hoeveel komen jullie dan? 191. 191. Wie me er niet op was. Jongens, heel veel succes. Dankjewel dat je hier was. Ga lekker tekenen. Yes. Ja.